Ik zou meteen nog iets verder doen. Goed, dames en heren, als ouder van een gehandicapte, CQ zeggen ze ook altijd minder van lieden, wil ik eigenlijk eens iets duidelijk maken. Stel u eens voor dat u van de een op andere dag gehandicapt raakt. Stel u eens voor dat u van de een op andere dag, als u jonger bent en te horen krijgt dat het geboren kind gehandicapt is. Heeft u wel eens nagedacht wat dat voor u betekent? Heeft u überhaupt wel eens nagedacht over een alternatief in uw leven? Wat moet ik gaan doen? Wat wil ik? Wat is er mogelijk? Wat u dan ook nodig heeft, dat is natuurlijk, en dat voor nummer 2, toegankelijkheid. Want zodra u iets is overkomen, moet u zich ook overal kunnen bewegen. En wij als ouders hebben dat meegemaakt. Dat we moeten gaan vragen naar een pad voor onze zoon. Dat hij boodschappen kan doen in zijn eentje. Maar ook de toegankelijkheid bij de overheid. Bij de sportvereniging. Bij het bedrijfsleven. Mag ik nummer 3. Maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarmee bedoel ik innovatief bezig zijn. Daarmee bedoel ik het milieu. Daarmee bedoel ik ook dat het bedrijfsleven zich gaat realiseren dat dit iets is voor de 21ste eeuw. Dat mensen zich gaan realiseren dat er meer is. En ik hoop dan ook, en ik wil hier de wens aanspreken, dat het bedrijfsleven van West-Friesland in het bijzonder, maar ook de overheidsinstellingen, zich steeds meer gaan realiseren dat ondanks de economische crisis, met name de minder valide, toch een klein beetje extra in de zon gezet moeten worden. Ook dat zij de gelegenheid krijgen om toch ook eens iets anders te gaan doen in hun leven als wat er mogelijk is. En dat is er veel. Realiseert u wel, ook als er gehandicapten zijn, die kunnen wat voor u betekenen. En ik zeg bewust gehandicapten, want eigenlijk moet ik natuurlijk zeggen minder van binnen. Realiseert u wel dat in mijn korte betoog dat het ook zo is dat 15% van de Nederlanders één of meerdere beperkingen heeft. En als we dat tot ons door laten dringen en we schakelen dan door naar het bedrijfsleven, dan zijn er voorbeelden genoeg. Kijk naar Comet uit Boven-Kaspel, maar ook in het bijzonder naar de firma T. En ik heb een nieuwtje voor u. Sinds 2 dagen is Deen Supermarkten de hoofdsponsor geworden van Ronald. Voor 5 jaar zijn we vreemd van dood. Wat ook goed is om te weten, dat juist dit bedrijf als voorbeeld wil gaan dienen om ook eens te kijken naar het maatschappelijk leven. En sluit het dus nu aan bij het GAK en bij andere organisaties om dit te bewerkstelligen. Ik wil nu doorschakelen naar iemand waar ik toch wel trots op ben. Ook al heb ik me vorig jaar aangekondigd hier in de zaal terug moeten trekken in de begeleiding. Want vader was out of bounds. En dat wil eigenlijk zeggen, ik ben niet goed genoeg. Ik was een slechte caddy geworden, is een grapje. Maar het was wel zo, er moest professioneler opgetreden worden. En ik ben dan ook met name Lopke heel erg dankbaar, want zij heeft ons 4 jaar terug op weg geholpen. Mag ik u dan nu voorstellen aan Ronald Poef? Een jongeman die in de top van de wereld speelt en onze zoon van Gerda en van mij is en waar we vreselijk trots op zijn. Goedemiddag dames en heren, mijn naam is Ronald Boef en mede dankzij Deen en golfbaan Westwoud sta ik nu in de top van de wereld. Ik ben nummer 6 van de wereld en nummer 3 van Europa. Verder wil ik een voorbeeld zijn voor andere gehandicapten dat je met doorzettingsvermogen, talent en een goede begeleiding
een heel eind kan komen. En nu ga ik zometeen, dames en heren, u laten schrikken. Ik ga ballen de zaal inslaan. Maar daarna heb ik nog een hele andere verrassing voor u. Zo, en dan gaan we dit video bekijken. Rijn Boef, samen met Ronald Boef. Daar hebben we weer wat over gegaan. We zijn heel goed verzekerd, dames en heren. Daar hebben we het net over, vooral overletsel, geloof ik, hè? Ja, jij bent natuurlijk. Zijn we gedekt met Delta? Dat werkt eigenlijk niet zo kunnen. Okay. Je weet niet, camera. Nee. Er zijn mooie prijzen mee te winnen. Oh, er zijn mooie prijzen mee te winnen. Dus je wordt die dames en heren, Ronald, die gaat een paar ballen te slaan en zo. Schrik je niet, want het zijn gewone ballen. Maar echt. Ze komen niet verder dan 5 meter en u moet zich voorstellen, normaal gesproken slaat hij, even wachten op Ronald, slaat hij 180 meter. En nu deze ballen komen absoluut niet verder dan 5 meter. Dus u hoeft niet bang te wezen, als u naar u toe komt is er ook helemaal niets aan de hand. Ik hoop eentje vooraan en eentje in binnen en de rest dat zien we dan wel. Realiseert u zich dat als je 100% blind geboren bent, en je moet dat zo'n heel klein balletje, moet je dan graag. Realiseert u wel dat dit natuurlijk iets is waarvan wij dan zeggen, hoe is het mogelijk? Nou, wij gaan het nu doen. Kijk, we hebben een nieuwe bolboy, Mr. Jan Burger. Ja, dank u wel. Ja, Jan Burger. Oké, rechtervoet iets achter. Dames en heren, let u op. Wilt u ze wel bij u houden? Ik wil wel graag vasthouden hoor, ik bedoel, hè? Even eenvoudig vangen. Dit is prachtig, man. Ik kan het. Ja. Yo. Dames en heren, Ronald en ik zijn gewend. We willen ons aan de tijd houden. Dat is voor het eerst in ons leven, dat geef ik even toe. Maar we hebben ons eraan gehouden. Er zijn 3 ballen de zaal in gegaan en alle 3 zijn ze genummerd. En ik weet niet wie nummer 1 heeft, want het licht gaat uit, dus ik zie absoluut niets. Er is iemand met een bal met nummer 1, nummer 2 en nummer 3. Wie nummer 1 heeft, die mag naar voren toe komen, die krijgt een prijs aangeboden dat ze met Ronald gaan lunchen op de kermis in Zandvoort. En daarna 3 uur gaan trainen onder de topcoach Joost Steenhouwer. Nummer 2 is een prijs van Dirk de Wit, een van de sponsors van Ronald, een cadeaubon. En dat houdt in, die mogen ze zelf in gaan wisselen. Nummer 3 is de prijs, die heeft Ronald zelf geschonken. Er zitten een paar cadeaubonnen in van de VVV. Goed, dames en heren, ik ben aan het eind van mijn Latijn. Ik wens u nog een hele prettige middag. Ik wil de organisatie bedanken dat ik hier aanwezig mocht zijn. En ook eens als ouder een kort zegje mag doen. En ik ben er heel content mee. Bedankt voor uw aandacht. En dan wil ik nu weer de microfoon aan Ronald geven en hem succes wensen. Thank you.
dikke laat zich door niemand storen. Want als ik het doe, nou dan doe ik het wel goed. Ik ben een dikke en iedereen mag het horen. Ik heb ambitie en kom daar ook voor uit. Ik wil het doen wat ik heb ook heb bereiken. Want ik sta helemaal achter mijn besluit. Ik wil het doen wat ik heb ook heb bereiken. Want ik sta helemaal achter mijn besluit. Een volle bal, een volle baan, een lukte op het duur. Ik heb dat in mijn leven nooit gezien. Een verre ruik, een korte chip, een putje voor. Maak ooit nog een holing van misschien. Ik oefen elke dag en ga ook elke slot vooruit. Samen met mijn pa. Ik wil met golven winnen. En dat is waar voor vaak ook niet. Ik ben een pikkel en iedereen mag het horen. Ik kan maar niet zijn, maar ik zie het wel goed. Echte pikkel, laat ik door niemand storen. Okay.